De bewoners van de Antoon van Dijkstraat in Schelle zijn bang. Hun rustige, doodlopende straat zou binnenkort worden verlengd en verkaveld. Het is namelijk zo, als ze dus beginnen met uit te breiden, eerst met de huizen, en er gaan er nog bijgebouwd worden, dan zal er met de tijd toch sowieso een straat moeten worden bijgetrokken. Want anders, hoe gaan die mensen, en ik veronderstel dat die allemaal een auto hebben, hoe gaan die er anders mee blijven? Kunnen ze niet in die gewoon binnenzak steken? Hè? In de provinciale steenweg achter de hoek zouden verschillende bewoners een deel van hun tuin moeten afgeven voor de nieuwbouw. Ook hier is het protest groot. Bovendien vreest iedereen dat een stukje natuur verloren gaat. Er is een 80 jaar oude boomgaard waar heel wat zeldzame vogels zitten. De rest van hetgeen wat we hier hebben, dan eigenlijk een hele kleine biotoop die nog heel oorspronkelijk is, dat gaat ook verloren gaan. Regelmatig hebben we nogal eens gemakkelijk in de vijver, zoals in spadekes, in dingen, je weet wel. Hè. Dus eigenlijk, dat is een ziel van een wak die verloren gaat. Maandag zullen de bewoners een bezwaarschrift tegen de plannen indienen bij de gemeente.